In deze clip wil ik je laten zien hoe je met het programmaatje EOS Inspector op een Mac het aantal sluiterbewegingen van een EOS camera kunt laten zien. Goed, wat je eerst moet doen is naar iTunes gaan en daar het programmaatje downloaden. Het kost $4 of €4. Dat is natuurlijk een bedrag, maar stel je bent, je hebt een fotoclub of je hebt een hoop vrienden en kennissen die ook allemaal een EOS camera hebben en die willen ook weten wat hun tellerstand is. Hè. Wat handig is bijvoorbeeld wanneer je een camera verkoopt of koopt of wanneer die net nieuw is. In ieder geval, je krijgt een indruk van hoe intensief die camera gebruikt is. En dan koop je dat programmaatje, dat installeer je op je MacBook of op je iMac of op je Mac Pro of wat je ook aan Mac computer hebt. En wanneer je het programmaatje start, dan krijg je dus dit beeldje te zien. Nou, het enige wat je dan verder nog hoeft te doen is de camera via USB aansluiten aan je computer. Nou, bij elke EOS camera wordt zo'n USB kabeltje bijgeleverd. Dat kan per camera verschillen, maar in principe is er altijd een kabel die een USB uitgang heeft. Nou, in dit geval hebben we hem aangesloten aan een EOS 70D. En je ziet op het moment dat je die camera aanzet en hij is aangesloten, dan zie je al meteen, dat is een 70D. Je ziet hier het serienummer. Je ziet 100% batterij. Nou, dit is een beetje verwarrend iets. Je ziet possible shots, 341. Zo van, heb ik nou pas 341 foto's gemaakt? Of kan ik er nog maar 341 maken? Ja, dat klopt, maar dat betreft de ruimte die nog op het geheugenkaartje is. Dat heeft niks met het aantal sluiterbewegingen van het maximale aantal sluiterbewegingen te maken. Dus hier hoef je geen zorgen om te maken. En hier zie je een indruk van de firmware. Wil je die nog een keer updaten? Nou, we gaan nu naar shutter toe, het tweede tapje. Nou, daar zie je eigenlijk twee leuke getallen. Want wanneer gaat die sluiter nou heen en weer? Ja, dat is gewoon wanneer je vanuit de oogzoeker een foto neemt. Dan zijn het er blijkbaar 8252 geweest. Maar ik fotografeer ook best veel met live view. En zeker als ik macro doe of handmatig scherp stellen. Ja, in totaal zijn het er eigenlijk 13.000. Dus die 13.000 is natuurlijk een betere weergave dan alleen maar wanneer je de optische zoeker gebruikt hebt. En aan de onderkant zie je een balk staan. Ja, en die zegt van, hey, je kunt totaal, hè, die camera heeft 100.000 sluiterbewegingen als een soort maximum. Hè. En hij blijft het daarna gewoon doen, maar dan heb je iets met kans op eventueel een kleine storing. En je ziet, ik ben er slechts 13% mee onderweg. Nou, voor een EOS 70D die ik redelijk vaak gebruik, zie ik fotografeer niet zo heel veel met die camera. En dan is 13.000, ja, toch best aardig. En als laatste tapje, dat is wel misschien wel een leuke. Want een heleboel, dit kun je namelijk, wat je nu ziet, kun je ook met DPP doen of EOS Utility. Dat is je naam in bij elke foto zetten. Op het moment dat die camera een foto neemt, dat er dan meteen je naam bijgezet wordt. En nou ja, dat is Pieter Dazen. Je kunt hier nog wat inzetten. En wanneer je zegt copyright. Nou weet je wat, ik zet er mijn e-mailadres in. Ja, op het moment dat je dat kiest voor Info Eosine, dan komt dat in elke foto staan. En mocht iemand jouw foto willen gebruiken, dan kan hij via die route contact opnemen. Je kunt, dat kun je gewoon eventueel aanpassen. Wanneer je zegt, nou het moet toch Pieter apenstaartje Dazen. Deze.nl zijn. NL zijn. Dan kan dat gewoon. Zou ik nu de boel afsluiten. Je ziet hij is nu iets aan het doen. Saving. Hij heeft het nou opgeslagen richting de camera. En dat is eigenlijk alles. Dus tot zover het eenvoudige interface van EOS Inspector. Een goed programmaatje waarmee je dus je tellerstand van je camera kunt te weten kunt komen. Het moet wel gezegd worden dat hij op dit moment, dat is in juli 2018, geschikt is voor de meeste EOS camera's. Maar krijg je straks een nieuwere camera, dan moet dus de software geüpdate worden naar die nieuwe camera. En ik hoop dat het ook het geval is, want je betaalt €4. En daarbij verwacht je dat wanneer je er straks een nieuwe camera hebt en je hebt nog de oude software, dat je toch nog die software kunt blijven gebruiken. Dus tot zover EOS Inspector 2. Tellerstand weergave voor EOS camera's op een Mac. Ik heb nog geen alternatief voor een Windows PC, dus iedereen die een hint of een tip weet, laat het me weten.